zijn weer live. Welkom bij de live talkshow vanaf MNL 14, het Zakenfestival Midden-Nederland. Echt vanuit het middelpunt van Nederland, hier in Amersfoort. Het Zakenfestival gaat over verbinden, verwonderen, wonderen creëren misschien. En we gaan het zien. We hebben aan tafel Corien Keizer, schrijfster van het boek Facebook voor ondernemers. Ja. Waarom een boek? Omdat daar behoefte aan is. Ja. Ja. Toch vinden mensen het fijn om iets op papier te hebben wat ze naast zich kunnen leggen en waar ze in kunnen zien hoe bepaalde dingen werken. Ja, ja. Ondanks dat het slecht gaat met de boeken, is het nog steeds heel erg gewild. Oké. Okay. Ja, maar als je een boek geschreven hebt, dan hoor je er ook een beetje bij, toch? Daarvoor heb ik het niet gedaan. Wel voor de exposure. Uiteraard is het heel erg goed voor de naamsbekendheid, absoluut. Mm-hmm. Ja. Ja. Wat is er mooi aan Facebook voor jou? Wat vind jij er leuk aan? Privé of zakelijk? Allebei. Nou, privé is het gewoon één grote kroeg. Ik vind het gezellig. Je kunt lekker ouwe hoeren, je foto's kwijt, je filmpjes en groepjes maken als je eens een keer ergens iets over moet afspreken. En zakelijk vind ik het een ontzettend mooi advertentiekanaal, servicekanaal. Je kunt mensen echt een platform bieden waar ze vragen en klachten kwijt kunnen. Maar ook dingen kunnen bespreken, interactie. Het is natuurlijk veel minder statisch dan een website waar je alleen maar in de zendmodus zit. Ja. Dus wat dat betreft vind ik Facebook ontzettend veel bieden. Ja. Hoe zit die markt in elkaar? Zitten alle ondernemers al op Facebook? Nee, niet alle ondernemers, want het hangt er vanaf of je doelgroep er zit. Ja. Dat is ook altijd mijn eerste vraag als mensen zeggen, ja, ik moet iets met Facebook of ik moet iets met Twitter of LinkedIn. Nee, kijk eerst even, zit je doelgroep daar, want anders heeft het totaal geen zin. Mm-hmm. En vaak bij business tool, businessbedrijven, wil het nog wel eens zo zijn dat ze misschien beter iets op LinkedIn kunnen starten, een bedrijfsprofiel, dan echt een Facebookpagina. Want ik zeg altijd, Facebook is echt entertainment. Mensen komen daar voor ontspanning. En je moet ook iets leuks te bieden hebben. Je moet leuke dingen te melden hebben. En je moet daar ook echt een klantrelatie aangaan, als het ware. Mm-hmm. De likes en winacties. Volgens mij heeft iedereen wel door van dat moet je gewoon niet meer willen doen. Nee, maar dat moet je ook helemaal niet doen. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Want je kan als pagina helemaal nooit zien van iedereen of ze het gedeeld of geliked hebben. Dat hangt van de instellingen af. Dus wat dat betreft is het al helemaal niet rendabel. En daarnaast trek je verkeerd publiek aan als je dat doet. Je trekt mensen aan die alleen maar iets willen hebben van je en helemaal niet in jou verder misschien geïnteresseerd zijn. En bovendien mag niet van de voorwaarden, dus dat is ook nog heel simpel. Maar het gebeurt nog wel heel... Steeds minder. Gelukkig steeds minder. En ik hoop dat Facebook daar ook echt op een gegeven moment is in gaat optreden. Maar ze hebben zichzelf er ook mee, want als je het wel doet en mensen gaan je als spam rapporteren, dan gaat ook je bereik naar beneden en dan heb je weer minder... bereikbaar qua fans. Dus wat dat betreft heb je alleen jezelf ermee als je het wel doet. Dus. Wat zijn jouw belangrijke tips, aanbevelingen? Hey, ik ben ondernemer. Wat moet ik met Facebook? Hoe pak je dat aan? Nou, had je eigenlijk net naar mijn workshop moeten komen, want daar heb ik alles uitgelegd. Maar goed, voor de mensen die dat dus inderdaad niet hebben gedaan. Weet je, Facebook, het gaat om echtheid, om transparantie, om openheid. Ja. En ik zeg, als bedrijf moet jij concurreren met familie en vrienden van mensen. Dus wees ook gewoon lekker jezelf. Zeker als kleine ondernemer zijn, een ZZP'er. Mm-hmm. Ga niet met stokfoto's werken, gebruik echte plaatjes. Ik ken een kledingzaakje, toevallig van de week in Etten-Leur heb ik daar kennis mee mogen maken. Die zet gewoon al haar kleding die ze binnenkomt. Die trekt ze zelf aan, die zet ze op Facebook. En 's middags zit heel de tent vol, want iedereen die wil het van haar kopen. Ja, leuk. En gewoon omdat ze dat lekker zelf doet en niet die geëikte modellenplaatjes. Dat werkt als een speer. Mm-hmm. De gunfactor, daar draait het uiteindelijk om. Dus creëer persoonlijkheid en werk gewoon met echte foto's, echte plaatjes. Werkt het beste. Ja. Als je hoeveel heb je er verkocht van die boek? Hoeveel er verkocht zijn? Ik moet heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Er zijn er 2000 gedrukt. Dat is het beste hoor. Maar nee, ik heb geen flauw idee. Dat komt altijd veel later, zeg maar. Per kwartaal krijg je een overzicht. Ja. En ze zijn in juni uitgekomen. Dus ik heb echt geen flauw idee. Het is een vers boek. Ik heb er 2000 gedrukt. De tweede editie, het manuscript voor een uitgebreide versie, ligt nu bij de uitgever. En die wil dan in november, december daarmee uitkomen. Hij verwacht dat het dan allemaal uitverkocht is. En verder bemoei ik me er niet eens mee. Oké. Ik ben ondernemer. Ik wil iets met Facebook. Dan ga ik jouw boek lezen. Wat weet ik dan precies hoe het werkt? Wat ik niet moet doen, wat ik wel moet doen?
Ja, het is meer een handleiding. Het is echt een beetje een handleiding, echt van A tot Z, van hoe bouw je, hoe zet je een pagina op? Mm-hmm. Wat kun je daarna opplaatsen? Termen als EdgeRank bijvoorbeeld komt erin voor. Even naar uit EdgeRank. Ja, het algoritme dat Facebook hanteert. Ja. Je gooit een filter over het aantal updates wat jij in je tijdlijn krijgt. Dus stel je hebt 300 vrienden, dan zie jij niet van al je 300 vrienden de updates, maar misschien maar van 100. En dat geldt bij Facebook-pagina's hetzelfde. Heb je 1000 fans, je plaatst een update, komt het misschien maar bij een paar honderd terecht. Dus dat staat er bijvoorbeeld in uitgelegd. Allemaal dat soort termen, maar ook een paar leuke tools. Hoe kan je daar rekening mee houden? Dat ja, en hoe ga je dat inderdaad positief beïnvloeden? Ja. Wat zijn negatieve factoren? Bijvoorbeeld die like, win en share acties. Mm-hmm. En vooral hands-on tips. Van wat kan je nou vooral als kleinere ondernemer, want het is echt voor de zelfstandige ondernemer ook geschreven. Wat kan je daar nou mee? Je hebt niet de commercials en de tv-reclames waar je op mee kan liften. Dus je moet het gewoon echt van jezelf hebben. En daar probeer ik ze echt handvatten voor te geven. Want het is voor iedereen, het is geen rocket science. Het is echt geen rocket science, maar je moet eventjes die draai vinden. Hoe ben je daar zo gekomen om iets met Facebook te willen? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik heb geen flauw idee. Ik ben 6 jaar geleden ben ik werkloos geworden en ik zat in de financiële wereld. Dus ik heb alles helemaal omgegooid. Ik zeg altijd, van de Commodore 64 af ben ik wel al ontzettend van het internet. En vanaf 2002 zit ik ook al op de eerste social media kanalen. Volk en Partyvlog had je toen. Ja. Heb je nog steeds trouwens. Maar Facebook, ja, dat heb ik altijd privé ook leuk gevonden. Hypes eerst natuurlijk. Mm-hmm. En op een gegeven moment Facebook. En dan merk je dat mensen al vragen aan je gaan stellen. Nou, ik werd op een gegeven moment werkzoekend en dan ga je bedenken van, goh, wat wil ik nou echt? En het is een beetje op mijn pad, het is een beetje een samenloop van omstandigheden geworden. Het is op mijn pad gekomen, het zijn dingen die ik op heb gepakt omdat ik werkzoekend was, niks anders te doen had. En ik heb uiteindelijk, vind ik, van mijn eigen hobby mijn werk gemaakt. Ik heb mijn eigen werk gecreëerd, zeggen ze wel eens. Ja, want er zijn gewoon ontzettend veel mensen die behoefte hebben aan dat stukje begeleiding en coaching. Ook binnen grote bedrijven. En dat heb ik gewoon zelf helemaal didactisch uit... Maar doe je veel met grote bedrijven of juist met zelfstandigen? Allebei. Ik vind het ook ontzettend belangrijk om feeling met allebei te hebben. Ik heb 2 jaar nu voor Toyota en Lexus de Facebookpagina's opgezet. Mm-hmm. En hun helemaal daarin op de rit gezet. Maar daarnaast juist ook weer die ervaring die ik daar heb opgedaan gebruiken om weer de kleinere ondernemers ook te helpen. Ja. Ik vind, op de werkvloer leer je toch het meeste. Dus. Is dat duur? Wat is ik ben zelfstandig, hè? Ik wil jou inhuren. Is dat duur? Hangt er vanaf. Ik kan komt een privé training heen langs, geven. Maar ik hoop dat we daar doorheen luisteren. Doe ik nog een keer. Ja. Of het duur is. Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat je wil. Als jij een privé training wil, dan reken ik een uurtarief van €125. Ben ik heel open en transparant in. Ja. Ik geef op 30 september een open training. Daar kun je dan voor 4 uurtjes aanschrijven. En dan kost het je €179. Je kan nog inschrijven. Je kan nog inschrijven, ja. Dus dat hangt een beetje vanaf jezelf. Waar kunnen we meteen eventjes... www.corinnekeizer.nl. Keizer met E, lange I, Z. Helemaal goed. Brian die lacht zich helemaal suf nu. Is goed. Hey, ik ga een heel vervelende vraag stellen. Volgens mij bestaat Facebook over 2 jaar niet meer. En heb jij een glazen bol? Nou ja, weet je, Facebook weet te veel, doet te veel, heeft veel te veel macht. Op een gegeven moment gaan we richting Hives scenario, weet je. We vertrouwen het niet meer. Het is buiten, ik denk het is buiten kijf dat dat een keer gaat gebeuren. En ik denk dat het heel dichtbij is. Het zou zomaar kunnen. Ik denk dat Facebook zichzelf uiteindelijk de nek gaat omdraaien. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat zij als enige inkomstenbron de advertentieinkomsten hebben. Mm-hmm. Dat is hetgene waar zij van moeten leven en waar, waar ze op de beurs natuurlijk hun aandeelhouders blij mee moeten maken. En ja, het wordt voor pagina's, zeker voor de kleinere pagina's, gewoon wel steeds lastiger en moeilijker om mensen te bereiken. En wat jij zegt over 2 jaar, ik weet het niet. Ik zeg altijd wel, ik vind LinkedIn een platform wat echt nog een heel lange toekomst voor zich heeft. Facebook denk ik ook dat LinkedIn heeft een heel andere rol. Heel andere rol, is veel professioneler, maar die zijn ook goed aan het ontwikkelen, hebben meerdere inkomstenbronnen. Ja. Facebook, die moet het echt van die advertenties hebben. En ik geloof ook wel dat daar op een gegeven moment dat mensen dat zat zijn. Alleen... Er moet iets voor in de plaats komen, heb ik altijd het idee. Want mensen moeten iets nieuws hebben om zich aan vast te gaan grijpen. En dat is er nog niet. Misschien de wearables, hè? Straks de brilletjes en de horloges en dat soort dingen. Augmented reality, I don't know. Ik heb goed, de glazen bol niet, maar zolang het nog bestaat... Dan wisselen we Facebook in door Google. Nee, dat ik weet niet wat er erger is. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat is een beetje hetzelfde. En dat biedt ook op zich niet veel nieuws. Ja. Zeker niet voor mensen die echt voor de fun komen op Facebook. Zullen niet overstappen. Daar geloof ik helemaal niks van. Nog 1 extra tip voor de kijkers?
Nog één extra tip. Ja, wees gewoon jezelf. Wees open, persoonlijk. Wees niet bang om klachten op te pakken. Toon gewoon jezelf. Geef een kijkje in de keuken. Vinden ze mensen leuk. En hoe echter jij bent, hoe meer ze zullen reageren. Ja. Je hebt een boekje bij, geloof ik. Ja, tuurlijk wel. Ja, nou, waar is het dan? Dan ligt in mijn tas. Zien. Ligt in je tas. René, pak jij nu zijn tas. Ja. Gewoon in die tas, het is nog te bestellen. En dan deze versie is binnenkort echt heel bijzonder, want dan komt er een versie 2. En nu gaat iedereen door het beeld heen lopen. Dan komt er een versie 2 en dat is natuurlijk, hè. Kijk, hier is die Facebook voor ondernemers. Die kleur is ook gaan. Waar wil je hem hebben? I rest my case. Oké, leuk, dankjewel. Heel veel plezier met je workshop. Dankjewel. Ik heb hem al gedaan, maar ik wens de rest dan eigenlijk veel plezier. Mooi. En dank voor het kijken naar de live talkshow vanuit MNL 14 vanuit Amersfoort. Mede mogelijk gemaakt door Brian Krachtwijk van Powerville Media. En Evelien Ouwehand van het organisatiekantoor. Redactie en interviewers Edo van Zanten. Tot de volgende.